Ik heb vandaag weer een nieuwe video voor jullie. En ik dacht, ik film even een video met een update over het kanaal. We zitten weer in een nieuw jaar, 2015. Dus ik dacht, laten we even wat dingetjes bespreken. In 2014 zijn we volgens mij ongeveer begonnen met, ik denk zo'n 250, 300 abonnees. Ik weet het niet helemaal precies. En op dit moment, als ik de video opneem, zitten we op 620 abonnees. Dus het is verdubbeld. Daar ben ik echt super blij mee. Ik vind het echt heel leuk en ik vind het ook super leuk als jullie reacties achterlaten. En het gaat natuurlijk niet om de cijfers, maar ik ga het niet ontkennen. Het is natuurlijk ook leuk als je kan blijven doorgroeien. Dus hopelijk komen er wel nog meer abonnees bij. De laatste paar maanden postte ik 2 video's in de week. En dit was op zondag. En dan kwam er op maandag een artikel op de site met de video. En het was altijd op donderdag en dan kwam er vrijdag een artikel op de site met de video. Ik heb het redelijk lang volgehouden met 2 video's, maar ik weet niet of ik dat dit jaar weer ga redden. Want het kost best wel veel tijd om ze überhaupt op te nemen en ze ook nog eens helemaal te editen. Ik denk dan ook dat ik voortaan voor 1 video in de week ga. En dat er af en toe een extra video online kan komen op een andere dag. De vraag is dan nu alleen op welke dag ga ik deze video online zetten. En daar heb ik jullie hulp bij nodig. Laat even in een reactie hieronder achter op welke dag jij het liefst een video online hebt. Ook ben ik heel erg benieuwd naar wat voor soort video's jullie graag willen zien. Willen jullie veel make-up tutorials? En wat voor make-up tutorials dan? Willen jullie gebaseerd op een look van een celebrity? Of willen jullie gewoon random looks, of willen jullie graag tags zien, challenges, shoplogs, noem het maar op. Laat gewoon even in de reactie weten wat je allemaal graag op dit kanaal wilt zien. Heb je ook nog ideeën voor een leuke tag of een leuke challenge of iets anders? Laat het gewoon vooral even achter. Daarnaast heb ik ook nog een boekenkanaal en dit is iets wat ik volgens mij nog helemaal niet besproken heb op dit kanaal, wel op mijn site. Maar ik heb ook nog een kanaal Books with a Beauty Chick en dat is een boekenkanaal, dus daar op review ik boeken die ik heb gelezen, boeken die ik gekocht heb. Of ik ben een keer een vlog van een boekenfestijn. En een kanaal wat echt helemaal op boeken is gericht. Bij het boekenkanaal hoort ook een website, bookswithabeautychick.blogspot.nl. Van dit kanaal staat ook even een linkje in de beschrijving. Dus daar ben ik ook druk mee bezig. Dus daarom weet ik niet zo goed of ik 2 video's ga redden voor de Joyful Things in Life als ik ook nog dat boekenkanaal heb. Boeken is ook iets wat ik heel leuk vind. Ik hou gewoon heel erg graag van lezen. Dus daar wil ik me ook iets meer in verdiepen. Ik wil beide kanalen en beide websites gewoon veel aandacht kunnen geven. Dus daarom iets minder bij de Joyful Things in Life als het om video's gaat. 2 is gewoon erg veel. Zodat ik ook wat met mijn boekenkanaal wat meer kan doen. Ondertussen staan er ook alweer ruim 100 video's online op dit kanaal. Dat vind ik eigenlijk echt ontzettend veel. Ik vond het echt allemaal heel leuk om te doen. En ik vind het gewoon heel leuk om te filmen en te editen en daarmee bezig te zijn. Zo ga ik samen met Marloes nog sowieso een video opnemen binnenkort. Voor de mensen die Marloes niet kennen, op het begin toen dit kanaal startte deed ik dit samen met Marloes. Alleen het was heel moeilijk om dat samen te combineren en samen tijd te maken om die video's te maken. Dus toen heeft Marloes besloten van ja, ik vind het wel leuk, maar ik stop er toch mee, want ik heb het gewoon te druk. En ben ik alleen verder gegaan. Marloes en ik zijn nog steeds super goede vriendinnen. Helaas zien we elkaar minder dan dat we willen. En binnenkort heeft ze tijd om samen met mij een video op te nemen. Dus dat gaan we doen. Het is echt alweer een jaar geleden. Dus dat wordt vast echt heel leuk. Daarnaast ga ik ook nog video's opnemen met Karma. En jullie kennen haar misschien wel van Beauty Gloss Vriendinnenweekend. De vlogs die we daar hebben gedaan, daar was Karma bij. Het gaan vast ook hele leuke video's worden. Daarnaast wil ik nog video's opnemen met mijn make-up stash en mijn nagellak stash. Mijn nagellak stash hebben jullie vorig jaar ook al kunnen zien, maar die is echt al wel weer veranderd. Voordat ik deze video's ga opnemen wil ik eerst even door helemaal stash gaan en even uitzoeken wat ik echt nog wil houden en wat weggaat, wat bijvoorbeeld naar vriendinnen of zo gaat. Wat ik dus voor jullie vraag is om even een reactie achter te laten met wanneer willen jullie graag dat de video online gaat komen en wat voor soort video's willen jullie graag zien. Als jullie daarvan even een reactie achterlaten, dan kan ik daarmee aan de slag gaan. En hopelijk wordt dan de content van de video's ook beter. Dan is dit dus even de update die ik met jullie wilde delen. Als je nou de video leuk vond, doe vooral even een duimpje omhoog. Vergeet niet om je even te abonneren om op de hoogte te zijn van alle nieuwe video's die er nog gaan aankomen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!